Welkom bij weer een nieuwe video van de Veermeisjes. Woe! Vandaag gaan we namelijk iets super leuks doen. En het heeft te maken met slijmje. Kan het wel een beetje raden. Maar vandaag gaan we deze slijmdoos testen. Wat zit er nu eigenlijk allemaal in? Wel, dit doos gaat even weg en alles staat op tafel. Als eerste zit er lijm in. Zoals gewoon glue. Slijmglue noemt het, twee flesjes. Dan de Slime Activator, er zitten ook twee flesjes. Er zit een handleiding natuurlijk bij, die staat hier. Dan er zit baking soda bij, ze hebben het plakkertje om een keertje geplakt. Een beetje raar, maar oké. Gouden glittertjes, gele kleurstof, roze kleurstof, glow in the dark poeder. Ja, het is wel helemaal glow in the dark. Ja, het is glow in the dark poeder. En er zijn twee spateltjes en één lepeltje. En wat dat je van jezelf nodig hebt, is een maatbeker om uit te gieten. Want je moet echt altijd milliliters hebben. En dat is soms een beetje irritant om dat af te meten met je vingers. Want dan kan je het fout doen. Dus een kommetje kan je er ook nog altijd bij pakken. En de maatbeker. Dus laten we gewoon beginnen met de slijmdoos testing. Kijk eens wie er hier is binnengesprongen. Woehoe! Ja, ik ben binnengesprongen, want ik moest nog even huiswerk maken. Maar nu is het gelukkig gedaan. Maar ja, maar we gaan nu slijm maken. De lijm zit al in het potje. Ja? Niet vergeten. Het is slijm, lijm. Okay, ja, en de Annelien is een beetje niet zo slim geweest. Want er zat 50 milliliter in het potje, maar ik heb het in de maatbeker gedaan. Ja, en nu is een beetje lijm verloren, maar dat maakt is niet zo het. Erg. Ik heb nog steeds evenveel. Oh my god, mijn lepel. Oké, wat gaan we nu bij doen? De baking soda, hè? Nee, maar kijk wat er op het papiertje staat, want dat is altijd anders, hè? Voeg 2 tot 8 druppels gekleurde inkt toe. Okay. Ik ga... Welke ga je maken? Goud, dus ik ga geel doen. Ja, ik denk dat ik dat ook ga doen. We gaan glow in the dark goudgeelachtig maken. Ja. Hopelijk lukt het. 2 tot 8 druppels, dus je mag zelf kiezen. Wil je een super groot geel, dan mag je 8 druppels. Ik ga 1 druppeltje. 2 tot 8, je mag geen 1 druppel. Oké, dan 2. 2. Oh, kom aan. Ik krijg het er niet uit. Ik heb dat ook met een topje. Dat dingetje is er ingevallen. Nu heeft ze lekker zo even weinig lijm als mij. Oké, we gaan lezen wat de volgende stap is. Voeg 200 milliliter... Sorry. Dark poeder. En de glitters. Dus de glow in the dark poeder. We gaan er elk de helft in doen. Ja, ik ga ondertussen al die glitters erbij doen. Oh my god. Oh my god. Wat de hel. Maar ze zeggen dat je echt... wacht, je moet kijken hoe lang je moet roeren. Hè? Want dat gaat echt lang zijn. Bij mij is dat echt niet zo groot. Maar ik wil ook niet zo groot. Ik kan wel. Je moet een glitter en... maximaal een lepeltje. Oh, we moeten nog baking soda. Je moest er al niet aan doen. Geef dat keukenpapiertje. Ja, maar dan blijft onze camera niet staan. Maar dit papiertje. Oh. Ja, maar we hebben dus een hele handige instructie gemaakt. We hebben dus een keukenrol achter de camera gezet. En daarvoor hebben we een waterlat gezet. Een waterkompas. Een watermeter. Ja, een watermeter. Een waterding wat je zo in de trap neemt of zo. Ons slijm is nu helemaal klaar en alle... Ja, nee. Maar met de kleur. Alles zit er nu bij. Juist de activator.
door en dan is alles klaar. Maar we gaan eerst ons slijm eens van dichtbij laten tonen. Want natuurlijk willen jullie ook wel zien hoe ons slijm eruit ziet. En de activator duurt echt meer dan een half uur om dat te doen. Echt waar, je staat zo. Hier staat 4 minuten, 2 minuten, 2 minuten, 15 minuten, 15 minuten. Meer dan een half uur, dus die video gaan we even niet opnemen. Oké, we gaan er nu de activator bij doen. Even gaan we lezen boven wat we moeten doen. Dus hier staat nu... voeg 15 milliliter Voeg 20 milliliter slijmactivator toe en meng dit maximaal 2 minuten. Oké, 20 milliliter. Dat gaan we... Nee, dat kan je hierop zien. Dit is 25, dus dit is 20. Zit het is 50 milliliter, dus we moeten het er sowieso erin doen. Ja. Maar dan moeten we het eerst afwassen, want er zit lijm in. Dus we gaan het even afwassen. Ah nee, het staat hierop. Oké, wacht even. Het staat hierop. Ach, staat hierop. Nee, tot, dit is 25 en dus dit is 20. Amai, kijk veel. Is dit 20? Dan is deze lijn 20. Dan is dat 21. Ja. Ja, ze tellen per sprongen van 5, ja. Dus 15, 15, 20. Dus deze... Oh, pas op, want pak die ring eraf, anders gaat die vallen. Deze is het. Deze lintje. Pak dat ringetje eraf, ja, dan gaat die vallen. Oké, we gaan het er niet bij doen. Oké, je moet duwen. Oh, wacht. Oh, kijk waar ik kan zitten. Ja, oei, toch. Oei. We moeten echt superveel... Nee, wacht. We zijn echt... We moeten wel niet van hier tellen, we moeten van hier. Oh ja. Van hier 50. Dus min 20 is 30. Dus 50 is 45. Is 40 is 35 is 40. Dus het streepje... Nee. Het moet... Jawel, het streepje boven de 25 moet het zijn. Ja. Oké, dat is heel veel. Ja. My god, ik heb, dat niet allemaal bij. Jawel, dat moet. Anders gaat het niet lukken. Gaan ze dat potje kijk, want dat wordt geen activator, hè. Dat wordt geen slijm, zie je? Dus dat is geen luimeloos, of eigenlijk? Jawel. Heb je er wel genoeg lijm in gedaan? Of wat kan het aan liggen? Het kan liggen aan de kleurstof. Nee, want ik heb er ook kleurstof bij gedaan, hè? Evenveel als jou. Heel zelf een druppeltje meer. Dus het kan niet. Een beetje lijm doen. Mijn lijm is ook. Nee. Anders moet ik dit in dag gieten, want daar zit wel meer lijm in. Oké. Wacht, voor deze mag ik vooruit. Ik ben niet, daar zit niks meer in. Wel, dat is wel fijn. Maar we gaan gewoon proberen, want die van Faber, ja, dit is gewoon een slijm. Die kan je gewoon nog niet spelen. Echt fijn. Maar van onder, zie je, van onder lukt het wel, hè? Dan zit er... Dan weet ik het. Dan weet ik het nou. Nu weet ik het. Dit zakje is het bewijs. Wat? Dit zakje. Je hebt er wel... Nee, daar kan het niet aan liggen, hè. Want je moet geen glow-in-the-dark slijm maken, hè. Dat is wel waar. Maar het zal wel lukken. En als het niet lukt, dan lukt het niet, hè. Hey, het is een uittesting. Ja, we hebben maar al zoveel slijm. En er zal iets aan liggen wat we verkeerd hebben gedaan. Wat denken jullie dat we verkeerd hebben gedaan? Laat het in de reacties zetten. En kijk ook even goed de beelden anders terug. Dat je ziet wat dat ik doe, terwijl ik even dat niet doe. Voel je dat iets? Nee. Mijn god, bij jou is dat gewoon slijm. Kijk, bij Febo. Oké, roer die anders verder. Misschien moet je met dat lepeltje roeren. Ik heb dat gemakkelijker. Het is voeg 10 milliliter toe samen met 1 vierde lepeltje baking soda. Dat hebben we niet gedaan, dat 1 vierde lepeltje baking soda. Hè. Dat heeft het aan gelegen. Want ik heb er wel nog bij gedaan, hè. En jij niet. Dus daar zal het aan gelegen hebben. Hè. Mm-hmm. Ja, met mij zijn ze helemaal geflopt. Nee, het is toch goed. Febe, je moet het eens voelen. Echt, geef mij. Ik ben blij dat je slijm wel gelukt is. Geef mij. Keuken. Kom. Het hangt van hier door in Tokio. Die activator is echt slecht. Kijk, het is slijm. Kijk, het is gewoon slijm.
ik ga alleen maar kneden. Ik ga er nu niks meer aan bijvoegen. Ja, want, en na die 15 minuten, dan komen we bij jullie terug. En gaan we zien dat het gelukt is, maar we gaan nu niks meer bij doen. Nee. Dus misschien dat kneden echt wel helpt. Ik ga wel met één hand kneden, want we hebben geen keukenrol. Ligt achter de camera. Maar we dus komen zo dadelijk bij jullie terug na de 15 minuten. Als hopelijk ons lijm is gelukt. Ons lijm is... Bij mij is het gelukt. Bij mij is het een beetje hard geworden, maar ik heb nog een stukje speciaal slijm. Want er zit ander slijm in. En dat is namelijk deze. Ja, kleurverandering. Ik heb een stukje van mij ook erbij gedaan. Dus nu heeft ze een mini stukje slijm. Ja. Dit is dus mijn slijm geworden. Het is wel veel beter dan daar straks geworden. Maar Annelien, mijn slijm is spijtig niet gelukt. Maar ik ga er wel een stukje geven. Maar als jullie deze video leuk vonden, geef dan zeker een like. Abonneer en reageer. Tot de volgende keer. Dag! En zeker zelf slijm maken.